vruchtgevend zaad. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Werp het zaad in de aarde. Dat krachtige zaad dat in de aarde gezaaid wordt, gestrooid wordt, dat lijkt te verdwijnen. Maar het draagt toch vrucht. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, zegt de Heere Jezus in deze gelijkenis. En hier valt alle nadruk op het vruchtgevende zaad. Natuurlijk valt er ook zaad niet in de goede aarde. Zaad dat geen vrucht voortbrengt. Zaad dat uiteindelijk ook vergaat. Maar hier in deze gelijkenis alle nadruk op het vruchtgevende en vruchtdragende zaad. Het brengt vanzelf vrucht voort. Het Griekse woord automatos, wat hier gebruikt wordt, ziet op de verborgen kracht die de Heere legt in het zaad, waardoor het bovenkomt en ook vruchten draagt. Zendingswerk is geen mensenwerk. Zendingswerk is Gods werk. En de kracht van de vrucht, de kracht in het zaad, dat ligt in Gods welbehagen. En dit welbehagen, dat gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Het ligt vast ook in het werk van Christus, dat zijn toepassing zal krijgen. En wat is dat een troost ook in het zendingswerk. Ook als we een tijd geen vrucht zien. Als er eigenlijk voor onze begrippen of voor onze waarneming geen vrucht waarneembaar is. Er staat, want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. God staat ervoor in. En soms ligt het zaad stil en lang te wachten in de aarde. En het komt op Gods tijd. Wat is deze gelijkenis dan ook verootmoedigend voor iedere zendingswerker. Ja, voor iedere werker in het Koninkrijk Gods. Het gaat niet, zoals onze kanttekenaar het zegt bij deze tekst, om des leraars zorg en arbeid. Geen vrucht door de arbeid van een werker in het Koninkrijk. Geen vrucht door de zorg van een werker in het Koninkrijk. Niet op het thuisfront, ook niet op de zendingsvelden, ook niet in de zendingskerken. En tegelijkertijd is het zo bemoedigend. De bekende Engelse prediker en schriftverklaarder Ryle zegt bij deze gelijkenis: deze waarheid biedt een tegengif tegen overbezorgdheid en neerslachtigheid. Wees niet overbezorgd, werker in het koninkrijk, alsof wij voor alles moeten zorgen. Wees ook niet neerslachtig, alsof er niets van terecht komt. Wees getrouw in het zaaien en laat de vrucht verder over aan de Heere, die voor de vrucht zal zorgen. En verwacht die vrucht met geloof en geduld. En dan komt de groei. Jezus zegt eerst het kruid, daarna de aar en daarna het volle koren in de aar. Daar zit geen mensenhand tussen. Dat is die goddelijke kracht. Zo gaat het in de wereld. Jongens en meisjes, er stonden bij de hemelvaart van de Heere Jezus maar 11 mensen, 11 discipelen. Maar zij moesten zijn getuigen zijn. En die groei kwam er niet door de kracht van de discipelen. Nee, er kwam die groei, kruid en aar en volle koren in de aar, Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Die landman hoefde uiteindelijk alleen maar toe te kijken. En zo is dat woord ook gekomen in Europa. Het gaat verder. En iedere dag komen er onderdanen bij dit koninkrijk bij. En er valt nooit één ware onderdaan af.
God zet zijn werk voort, onweerstaanbaar. Maar zo gaat het, geliefde zendingsvrienden, toch ook in het hart. Dat tere kruid, als daar komt door het werk van de Heilige Geest vrucht in een mensenhart. De droefheid naar God over de zonde, dat buigen onder God, dat heimwee naar de Heere. Dan is er iets van dat tere kruid en daarna de aar. Als dat evangelie voor mijn hart eens open mag gaan en ik mag zien dat ik nog zalig kan worden. Of als ik die eerste ontmoeting mag hebben vanuit het woord met Christus en mag zien op hem, is dat niet iets van de aar? En ook het volle koren in de aar. Als in de meerdere kennis en oefeningen van het geloof we Christus mogen kennen als levensgrond, maar ook als levensbron, waarbij die volle aar steeds dieper naar de aarde gaat buigen en Christus een steeds grotere plaats moet krijgen en zal krijgen in het hart. Ik minder worden, hij wassen, hij meerder worden. Ik denk aan die vrouw in Albanië, enkele jaren geleden, tijdens een avondmaal zondag. En er was gepreekt in de nabetrachtingsdienst over wij zullen de Heere kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. En toen vertelde ze daar iets over vanuit haar eigen leven. Eerst dacht ik dat ik alles al kende, maar nu mag ik leren dat er nog meer kennis is. En ook nog meer kennis nodig is van hem, die zaligmaker, maar ook van mezelf in mijn verlorenheid. Is er vrucht in ons hart? Dat is de vraag. En mag er waar er vrucht is, ook opwas zijn in de genade met minder worden van onszelf? En dan staat hier ook, en als de vrucht zich voordoet, dat is de oogst. Zo stilaan rijpt de vrucht. En die gersten, als die gerstenaar rijpt, dan wordt die gerstenaar geel van kleur. En die tarweaar, iets later, als die rijpt, wordt ze witachtig van kleur. En die vrucht wacht op de oogst, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Het zendingswerk ziet allemaal uit ook naar de wederkomst. Staat in teken van de wederkomst al het werk in Gods koninkrijk. Want dit evangelie des koninkrijks moet gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen en dan terstond zendt hij de sikkel daarin. Die landman geeft bevel om te oogsten, als de vrucht zich voordoet. Hij wacht geen moment. Dan nemen de arbeiders, en je ziet het voor je, jongens en meisjes, die nemen de sikkel, dat scherp getande mes, gevat in een houten handvat. En dan worden de aren gemaaid. De volle aren worden afgesneden. Het gaat om die volle aren, dat volle koren. En de lange stoppels blijven over. En na de oogst gaat dat graan op die grote korenhopen, om vervolgens in de schuur gebracht te worden. En zo wordt de oogst, vrienden, binnengehaald. De grote zaaier zendt eens de sikkel in zijn oogst. De oogst van de volkerenwereld. En dan zullen die volle aren samen verzameld liggen bijeen op de korenhoop en samen in de schuur. Gods volk uit alle talen, uit alle naties, ook vanuit ons zendingswerk bijeengebracht met al die kinderen Gods van het begin der wereld tot aan het einde toe. En dan zal God alles zijn en in allen. Maar er is ook een oogst van ieder van Gods kinderen persoonlijk. Als de tijd rijp is, als de vrucht zich voordoet,
dan zal de sikkel gezonden worden. Niet een moment eerder en niet een moment later. Maar als de landman de vrucht ziet, terstond zendt hij de sikkel. Als het leven, de tijd van het leven vol is. Als de aar genoeg gerijpt is. Niet op hun tijd, wanneer zij het denken, maar op Gods tijd. Als hij bevel geeft en mij hiertoe door u bereidt. Opnemen in uw heerlijkheid. We horen vandaag op de zendingsdag de gelijkenis over het zaad, over de vrucht en over de oogst. En dan is er voor ons allemaal, voor jullie kinderen, jongeren, voor ons volwassenen, ouderen, een vraag. Op weg naar de oogst, rijpt er nu goede vrucht in ons leven?